Among Us met Proximity Chat is terug. En dit was het meest hilarische potje ooit. Ik ben imposter met Duncan en het grappige is dat de dode mensen tegen ons kunnen praten. Shut the fuck up. Oh ja, en daarna is ons Puddings game gebukt. Ik kan niks doen. Ik heb enorm gelachen tijdens deze video, dus abonneer zeker voor meer van dit. Hallo. Hallo. Skype? Skype? Hallo. Hey. Hey jongens. Hey Pascal. Hallo Pascal. Mag ik jou even een kusje geven? Kom, we gaan even hierheen. Dit vind ik een leuk plekje. Pascal? Wat? Jij hoort er bij deze bij. Puk, kill hem niet alsjeblieft. Oké. Jij zit in ons... Wat? Nee! Oh, hij is een ingenieur. What the fuck? What the fuck? Dat is Engert. Ja, dat zag ik niet aankomen, hè? Fems. Ja. Hey. Hey. Hoi. Was jij stil? Waarom ben je zo stil? Omdat ik er niks van snap, bro. Waarom kunnen mensen met elkaar praten? Kom hier. Nee, fuck off, Duncan. Ik wil even een beetje kletsen. Fems, kom eens hier. Stel je vraag. 1,5 meter afstand. Oké. Stel je vraag. Ja, waarom kunnen we met elkaar praten? Ik dacht dat het stil moet zijn. Dit is proximity voice chat, dus als we ver weg gaan, dan hoor je ons niet meer. Ja. Hey. Hallo Joost, hallo Rudy. Wat gebeurt hier? Wij hebben net even Fems overhoord, even gevraagd wat de deal is. Wat is de deal? Hoeveel euro? Wat de deal? We moesten even uitleggen hoe het allemaal werkt, want ze dacht dat ze niet mocht praten. Oh. Nou, ik heb hier mijn task al gedaan, dus ik ga. Hey Puk. Ja, doe even. Hey. Hoorde je die echo? Ik hoor stemmen in mijn hoofd. Ik hoor stemmen. Wat goed dit. Oh. Oh, hoor je ons? Ja. Ik hoor stemmen in mijn hoofd. Ja, ik ook. Maar heel zacht. Dit is heel kut. Dan zeggen we... Oh! Neem op de missing kans om iets te zeggen. Joost, ik zie is dood. Ik wou graag even op de knop drukken, want ik was wel aan het lopen, maar ik had blijkbaar cardio-arrest op de grond, dus niemand zag me lopen. Dus ik wou graag even samen om dit probleem eventjes te bespreken. Puddings zit vast aan de tafel. Dat is wel een leuk concept wel. Ik wil wel iets hierover kwijt. Ik was net met Joost, Rudy, Puk en Duncan. Ik ging weg. En de enige die hebben overleefd zijn Duncan en Puck. Ik wil niet veel zeggen, maar ik vind het een beetje sus. Maar Duncan, ik hou wel van je. Fems was er ook. Ja, trouwens. Ik wou het zeggen. Nee, luister dan. Ik werd echt zo in een hoekje gesmeten. Van, kom eens even. Ik durfde niet. We hebben anderhalf meter afstand gehouden. Dat was ervoor. Fems, maar er is toch gewoon niks gebeurd? Ik vond het wel raar, want je wilde me gewoon ineens apart nemen, Duncan. Maar misschien kijk even naar mijn wenkbrauwen. Kijk hoe serieus ik ben, Fems. Ik was het wel serieus. Het ziet er een beetje agressief uit, Duncan. Ik ben heel boos, maar ik heb wel een rode panda op mijn hoofd, dus ik ben blij. Het klinkt wel legit. Is het niet iets anders? Is het niet een wasbeer? Ja? Maar dan rood. Dit is letterlijk een rode panda. Is dit een rode panda? Nee, dat is geen panda. Nee, maar panda's zijn dik. Deze is helemaal niet zo dik. Waarom gaat het over rode panda's? Hier zijn meer panda's dan fucking reuze panda's, bro. Iedereen heeft een dier hier, what the frick? Ryan, waarom ben jij zo incognito? Ja, ik ben een beetje shady. Wel een beetje, ja, maar hij heeft me wel levend gelaten in... Ja, dat wel. Ik dacht echt, nou, daar ga ik nog niet stemmen. Ik ga überhaupt niet stemmen. Ik vind het wel vervelend dat Rudy dood is. Het is de enige die mijn vragen beantwoord. Oké. Okay. Pascal gaat je pakken. Ja, Pascal gaat je pakken, man. Hij heeft gezien. Laat me met rust. Laat Pascal een beetje leven. Ik ga even mijn spookhanden aanraken. Laat me met rust. Mijn spookhanden daar zijn mensen. Hey, Fems. Hoi. Hallo. Jij bent echt doodserieus, hè? Nee, ik... Ik zal het hele game niet, broer. Ik dacht, jij zit echt midden in een focus of zo. Nee, ik... Kunnen we het even tussen ons houden, zeg maar? Ben jij imposter of niet? Nee. Oh, nee. Oké, nee. Mooi. Ik ook niet. Ja, dat zeggen imposters altijd. Anders had ik je natuurlijk toch al lang gekild. Weer in het? Anders had ik je toch al gekild. Oké. Okay. Ja, ik ben toch geen imposter? Ik vertrouw jou. Oké, mooi. Volgens mij hadden we wel... Hey! Hey! Oké, misschien moet ik ook maar eens een keer tasks gaan doen. Laat me met rust! Wat gebeurt hier allemaal? Shut the fuck up! Ik hoor je te zacht. Ik heb een zweetplaat. Waarom heb ik dit altijd? Waarom heb ik altijd als ik dit... Wat ben je allemaal aan het doen? Ja, ik zie letterlijk stil. Ik zie letterlijk allemaal wat... Waarom sta je nog steeds hier? Omdat ik space zie met sterren. Yo, het is space met sterren. Ik vind echt wat op, joh. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Ik zat gewoon te kijken. Wat? Dat vind ik geinig. Ja, heel zeker wat ik. Doe het. Heel zeker. Fuck. Ja. Hoor jij dat ook? Ja, ik hoor dat. Ik hoor ze zo zacht! Ik eigenlijk moet zeggen, oh wacht, shit. Ik weet niet.
niet of ik kan praten in de vent. Oké, we moeten een codewoord instellen, genaamd banaan. Banaan. Ja, hallo? Dat is... Oh, ik ben dood. Oh, nee, niks aan de hand. Nee, ik ben niet dood. Niks aan de hand. Iemand anders is dood. Waar is iedereen? Iedereen? Nu. Wat, Puk? Jij bent het, Puk. Puk is het. Wat? Puk, ik hoorde jou bij Lower Engine en ik loop iets verder en daar ligt Lower Engine, Dead Bodyo en nog iemand verderop ligt nog een Dead Bodyo. Ik ben niet bij Lower Engine. Waar ben jij, Puk? Ik ben nu in, hoe heet het ook alweer? Reactor. Het zou kunnen, want ik heb hem daar in de buurt gehoord. En toen liep ik naar beneden. Ik ben bezig met daar zo'n bleep bloep test. Oké, dat is wel geloofwaardig, want bleep bloep testen die zijn er inderdaad. Ja, dat dacht ik. Specifieker, wat voor bleep bloep? Ja, dat met die 1, 2, 3, 4, 5 gebeuren. Best logisch. Wat is die andere dan? Weet ik veel of ik nog een task heb daar? Hoezo? Je kan je toch je task gewoon inzien? Dan weet je hoeveel tasks je hebt en wat je allemaal moet doen. Ja, ik zie helemaal niks, hè? Ik zit alleen uit het raam te kijken. Ik zie alleen maar zwart met sterren al 5 minuten. Kan iemand een mes in mijn nek leggen of zo? Wat goede content. Ik zit op dit stomme claustrofobie fucking schip helemaal uit het raam te staan. Ik kan geen eens lopen met mijn kleed lege voeten. Wil je me echt even uitleggen wat je aan het doen bent? Ik kan niks doen. Hey jongens, dat klinkt wel een beetje. Het klinkt wel een beetje sus. Ja, klinkt wel sus eigenlijk. Ja, dat is een goed punt. Goed punt. Ja. En hierom haat ik streamers. Hij kan ook niet stemmen volgens mij. Kan jij wel stemmen of niet? Nee, ik zie alleen fucking. Het enige wat ik zie is Jamila met een kat voor haar gezicht. Dat is wat ik zie. Oh, zie je dat wel? Dus hij kan wel gewoon zien. Dit wordt echt een goede video's, hè? Holy Bunny, fuck. Je bent eruit gevoten, by the way. Ik zeg het alvast. Zeg het nog even, doei. Oh, te laat. Daar gaat hij. Maar nu zit hij de sterren van dichtbij, weet je. Ja, dat wilde precies. Toch we gunnen het hem gewoon een beetje, weet je wel. En nu heb ik honger. Wie kan er venten? Ik heb het Pascal zien doen. Huh? Ik heb Pascal ook zien venten. Echt? Ja, wij hebben Pascal al lang zien venten. Maar we hebben elke keer niet de gelegenheid gehad om hem eruit te stemmen. Ja, dat ik heb trouwens wel. Even één dingetje, waarom Jamila. Je moet even meekomen. Nee, ik durf dat niet. Waarom niet? Jamila, kom op. Wat heb je ooit misdaan? Kom op, ik hou van bananen. Ik wil dat je mijn mes proeft. Oh, oké, dat was hem al. Wacht, ik moet ook kijken. Oh, ja, nee. Pascal. Wacht! Hoe heb ik verloren? What? Omdat ik won met Pascal. Oh, fuck! Puk, jij was ook een imposter. Ja, maar dus ik had alleen kunnen winnen op het moment dat Duncan eruit werd gestemd. Omdat je lachen was met Duncan. Oh, wat?